Daily Minutes nummer 1470 met een uitzending voor vandaag 15 november 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Helaas ben ik regelmatig nog een dagdeel met griep behept. Het is niet anders. Dus alleen maar een deel van de serie over geheime elektronica. Wat ik wel gedaan heb, vandaag beginnen er ruim 10 minuten voor de uitzending van 7 uur van de Daily Minutes Morse oefeningen voor mensen die zich daarin willen bekwamen. Bij het leren van Morse is het vooral belangrijk dat je er elke dag even tijd aan besteedt. In ieder geval 5 of 10 minuten. Vanaf vandaag is dat dus mogelijk, net voor de Daily Minutes. Vandaag deel 12 van de serie over geheime elektronica. In deel 11 hebben we het deel over encryptie afgesloten, waarin we vooral op de historie ingingen en minder op de techniek. Vandaag beginnen we met techniek, namelijk een bekende technische methode bij inlichtingendiensten en anderen die dit soort apparatuur willen opsporen om afluisterapparatuur te detecteren. Het apparaat waar het hier over gaat zal de meeste zendamateurs niet zoveel zeggen. Het gaat om een niet-lineaire junctiedetector, ook wel NLJD genaamd. Een NLJD is een apparaat dat een klein gebiedje van de ruimte verlicht met hoogfrequente energie. Het apparaatje speurt vervolgens naar niet-lineaire effecten van het aangestraalde object. Dit soort niet-lineaire effecten komen voor in bijvoorbeeld geoxideerde regengoten, waarbij de overgang tussen geoxideerd en niet-geoxideerd bepaalde niet-lineaire effecten vertoont. Dit effect is berucht bij repeaterbouwers, omdat het effect vergelijkbaar is met dat van een halfgeleider. Er ontstaan allerlei producten en die kunnen signalen op de ingang van de repeater makkelijk overstemmen. Je kunt je rot zoeken als je onterecht denkt dat het probleem zich in de repeater of de antenne ervan bevindt. Die functioneren namelijk in zo'n geval in een laboratoriumopstelling onberispelijk. Een NLJD probeert een dergelijk effect op te wekken. In een NLJD zit behalve een HF-bron met een gerichte antenne, een gevoelige ontvanger die werkt op de harmonische van het uitgestraalde signaal. Als door een bepaald gedeelte in de ruimte aan te stralen dergelijke harmonische worden ontvangen, dan is het nagenoeg zeker dat de harmonische worden veroorzaakt door de aanwezigheid van elektronica op de plek die door de NLJD wordt aangestraald. Het apparaat geeft hiervan dan een melding waarmee de gebruiker kan besluiten om hierop actie te ondernemen. Een sterk niet-lineair effect vindt standaard plaats in een PN-overgang in halfgeleiders. En omdat de basis van bijna alle halfgeleider elektronica de PN-overgang is, is een NLJD daardoor in staat om vrijwel elk onafgeschermd elektronisch apparaat dat halfgeleiders bevat te detecteren, ongeacht of de elektronica actief wordt gevoed of niet. In de basisvorm kan een NLJD ook dingen detecteren die zelf niet elektronisch van aard zijn. Dus het gebruik van het apparaat vereist een minimum aan vaardigheid en ervaring. Een roestige spijker in een muur kan bijvoorbeeld een vals positief resultaat opleveren. Om deze reden onderzoeken de meeste moderne NLJD's de verhouding tussen de tweede en de derde harmonische van de frequentie die voor het aanstralen wordt gebruikt. Wanneer een echte elektronische PN-overgang wordt aangestraald, zal de tweede harmonische over het algemeen sterker zijn dan de derde. De NLJD werd tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgevonden door Charles Beauville. Het apparaat werd aanvankelijk gebruikt om corrosie vast te stellen onder geverfde oppervlakken in vliegtuigen. In 1972, kort nadat Beauville technisch directeur was geworden bij Allen International Limited in Westminster bij Londen, kreeg het apparaat de naam Broom in het Nederlands bezem en werd geïntroduceerd als een hulpmiddel voor het vinden van inactieve, heimelijke afluisterapparaten, de zogenaamde bugs. De Broom werd later door het bedrijf Audiotel in Corby op de markt gebracht als de Scanlock Broom en werd later opgevolgd door de Scanlock Broom ECM en later de Scanlock Broom, later de Scanlock Super Broom. Soortgelijke apparaten zijn zowel verkrijgbaar bij fabrikanten in de UK, in de VS en in Rusland. Om detectie te voorkomen zijn de bugs van de CIA sinds 1968 voorzien van een tegenmaatregel. Hiervoor wordt een passief onderdeel gebruikt dat een isolator wordt genoemd. Dat is iets anders dan een isolator om een antennekabel mee op te hangen. Een isolator zoals hier gebruikt wordt is een circulator. Voor degenen die dat niet weten, een circulator is een onderdeel dat heel handig is bij repeaters die op één antenne werken. Een circulator die doorgaans werkt met sterke magneten is een onderdeel met 3 coax-aansluitingen. Bij zo'n circulator kan het signaal van de ene naar de andere plug slechts in 1 richting gaan. Stel, je nummert de 3 aansluitingen die doorgaans rondom de circulator zitten met de nummers 1, 2 en 3. Het signaal kan dan wel van poort 1 naar poort 2, maar niet van 2 naar 1. Hetzelfde geldt voor poort 2 en 3. Het signaal kan wel van 2 en 3, maar niet terug en het geldt ook voor 3 en 1. Als je bij een repeater op een van de poorten een antenne aansluit, dan gaat het ontvangsignaal vanaf de antenne dus alleen naar een van de 2 andere coaxpluggen, maar niet naar die andere. En voor het zendsignaal geldt precies hetzelfde, alleen betreft het dan een andere connector.
De onderdrukking van een circulator ligt gewoonlijk rond de 20 dB en er moet daarnaast dus ook nog een duplexfilter worden gebruikt. Maar hij versterkt wel de werking van dat duplexfilter flink. Terug naar de tegenmaatregel van de CIA tegen de NLJD. Hier wordt een isolator gebruikt, dat is dus een circulator met op een van de drie aansluitingen een dummy load. Er blijven dan twee aansluitingen over, waarbij het signaal wel van connector 1 naar connector 2 kan, maar niet terug. Overigens werkt het in de box van de CIA vermoedelijk niet met connectoren. Maar goed, alle energie die nu door de NLJD naar het afluisterapparaat wordt gestraald, wordt door de weerstand geabsorbeerd, wat resulteert in geen of heel weinig gereflecteerde energie. En de NLJD zal dan niet aangeven dat de bug er zit. Over deze serie, sommige afleveringen van de serie over geheime elektronica leunen erg zwaar op de inhoud van Wikipedia. Daarnaast worden diverse andere bronnen gebruikt en eigen research. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.